Hey, welkom bij mijn kanaal. Ik vind het heel leuk dat jullie mij bezoeken. En vandaag heb ik voor jullie een shoplog, een mini shoplog. Ik ben afgelopen zondag naar de bazaar in Beverwijk geweest. En daar heb ik natuurlijk van alles ingeslagen. Valt een beetje mee. Normaal heb ik eigenlijk meer als dat ik deze keer had. Maar ja, ik heb gewoon gepakt wat ik leuk vond. En ik had ook nog wat bestellingen gedaan, dus deze ga ik jullie vandaag laten zien. We beginnen met het leuke t-shirtje van American Jocks. En er staan drie ijsjes op met Chanel tekentjes. Ik vond hem heel erg grappig. En hij is ook van mooie, goede kwaliteit. Dus ik ben er heel erg tevreden over. En dit shirtje kostte maar 15 euro. Dus ze hebben er nog meer. Dus ze heeft het kaartje meegegeven met de Facebookpagina. Die zal ik er ook hieronder bij zetten. Zodat jullie ook haar Facebookpagina kunnen bezoeken. En dan kun je deze shirtjes ook via de Facebookpagina bestellen. Daarna kocht ik deze sneakers van Blink. En ik wist helemaal niet dat Blink ook sneakers verkocht. Ik kende wel de pumps, maar ik had nog nooit sneakers gezien. En ik vond ze heel erg gaaf. Mijn oog viel er meteen op. En je had deze panterprint, je had zebraprint en je had zwarte. Maar ik ging voor de panterprint en deze kostte 30 euro. Daarnaast heb ik ook wat make-up gekocht. Deze Lacoste mascara. Deze was bij de bazaar maar 15 euro. En dit is die met het trillende borsteltje van Lacoste. Ik weet niet of je het kunt zien op de camera. En het is dus gewoon zwart en hij is waterproof. Ja, en ik vind het altijd leuk om nieuwe high levels mascara's uit te proberen. Dus als ik dan zo'n leuke via de bazaar kan kopen voor maar 15 euro, dan neem ik hem met plezier mee. Dus daar kocht ik deze. Ik had ook een lipstift gekocht van L'Oreal. Alleen, ik kon deze niet vinden. Ik denk dat ik hem ergens in mijn tas heb zitten. Dus die zal ik ook bij de comments zetten als ik hem gevonden heb, welke het is. En dan heb ik voor de rest nog een bestelling gedaan bij de Boozie Shop. En daar bestelde ik de Beauty Blender. Ik had er al zoveel dingen over gehoord van jullie. En ik heb de Real Technique Miracle Sponge. En daar ben ik heel erg tevreden over. Maar toch bleef ik me eigenlijk elke keer afvragen wat het verschil zou zijn met de Beauty Blender. Dus ik kocht hem. Ik kocht een duo pack. Dus er zitten er hier normaal twee in langs elkaar. Alleen eentje is er al heel erg vies. Dus die wilde ik niet jullie laten zien vandaag. Dus ik laat de schone zien. En zoals je ziet zitten er dan hier twee langs elkaar. Je ziet hem zo in de verpakking. En er is mij verteld dat je hem dus naar beneden moet duwen. En dan haal je het plasticje eruit. En dan kun je bij je beauty blenden. Waarom doe je dit? Als je hem eruit trekt, dan kan door de plastic dingetjes die in het houdertje zitten, je beauty blender dus kapot gaan. Dus ik was wel blij dat ik dat wist. Want het staat eigenlijk niet op de verpakking. Het is eigenlijk wel iets wat ze erop moeten zetten. Dus deze kocht ik in het zwart, een duo pack. En als ik me eigenlijk niet vergis, was ik €24,95 kwijt voor dit duo pack. En er was een paasactie bij Boozie Shop, dus ik kreeg een kortingscoupon ter waarde van €2,50. En er zat een klein mini monstertje bij, omdat ik ze had geliked via Facebook en dat hadden ze gezien. En toen kreeg ik een monstertje. En volgens mij is het een moisturizer. Dat ik zo even snel lees. Dus leuk, leuk, leuk. En dan heb ik ook nog een kleine bestelling gedaan bij MAC. En ik zocht al heel lang een goede contourpoeder. En ik had al heel veel goede dingen gehoord over de contourpoeders van MAC. Ja, ik ben dus gaan kijken en deze sprak mij het meeste aan. Ik zal hem even eruit halen. Als je wil. Kijk, het is gewoon een beige taupachtige kleur. En hij is volledig mat. De kleur is bon beige. En ja, ik ben er eigenlijk heel erg tevreden over. Ik heb hem nu een paar dagen in gebruik. En hij bevalt eigenlijk heel goed. Er is een compleet review over deze Sculpting Power, zeg maar, op mijn blog. Dus volgens mij is die gisteren online gekomen, weet ik niet zeker. Volgens mij wel. Dus als je daar benieuwd naar bent, zou je dat terug kunnen lezen.
daar wordt ook in verteld hoe het zit met de palettes van MAC. Want zoals je ziet is dit een review. En wil jij een complete palette, dan zul je dat allemaal los kunnen kopen. En dan kun je hem compleet zelf samenstellen. Dat ga ik ook nog zeker doen. Maar voor nu heb ik alleen deze losse gekocht. Dus ik doe hem elke keer terug in het hoesje, zodat hij niet kapot gaat. En dat was mijn mini shoplog. De winactie die is gisteren geëindigd. Morgen wordt de winnares bekendgemaakt. Dus hou mijn blog in de gaten, want dat komt niet op YouTube, maar op mijn blog. Dus good luck ladies. En je hoort het als je gewonnen hebt. Ik stuur je nog altijd een persoonlijk berichtje. Dus spannend. En bedankt voor het kijken. Het is gratis om je te abonneren op mijn kanaal. Ik zou heel leuk vinden als je dat doet. Of mij volgt via een van mijn social media kanalen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei!